Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. In deze video ga ik je alles vertellen over Facebook Ads. Nou, de afgelopen 4 jaar zit ik al in e-com, in Shopify, in dropshipping, in het verkopen op Bol. Maar voornamelijk paid ads run ik via Facebook. Dat hebben eigenlijk al mijn klanten tot nu toe gedaan en daar hebben we miljoenen in sales mee gegenereerd. En ik ga je precies uitleggen welk systeem wij gebruiken, hoe je dit systeem voor jezelf kan toepassen, zodat jij meer sales kan behalen. Niet alleen voor dropshipping, maar e-com in het algemeen. Oké, nou, om producten te testen, en dat is natuurlijk de key tot succes in e-com, moet je weten hoe je product gaat testen. Ik ga altijd uit van 11/10 adsets met een budget van 5 euro per adset, wat dus uitkomt op 55 euro per dag om te testen. Nou, welke regels voeg ik hier aan toe? Ik heb 4 interesses met 2 tot 8 interesses, dan heb ik eigenlijk nog 4 tot 2, 8 tot 8 interesses en 3 keer 1 interesses, dus 3 keer... single interest en 8 keer meerdere. Nou, wat is de doelgroepgrootte van deze? Die is minimaal 800.000 tot 5 miljoen met een max van 7 miljoen. En hoe dichter deze bij deze 5 miljoen zit, hoe beter. Zodra je 25 sales hebt verzameld op een product dat redelijk snel kan zijn, zeker bij dropshipping als een product aanslaat, gaan we dus retargeting doen. Dat zijn alle custom audiences in één campagne en die zit op 15 euro per dag. Dat zijn 10 adsets, 1,50 euro per adset. Als je daar meer over wil weten, ik heb daar een specifieke video over gemaakt op mijn YouTube kanaal ook. Dus bekijk deze zeker. En wat is het doel? Dat is opbouwen tot 100 sales met deze retargeting campagne en deze testcampagne. Hoe analyseer je nou deze eigenlijk? En de eerste dag is op basis van view content en dat gaat op basis van cost per click, CTR, CPM. Ik heb al video's gemaakt over wat het is en hoe je dat kan analyseren. Bekijk deze ook zeker na deze video. Daar zal je super veel waarde aan hebben. Dag 2 geen add-to-cart kill, dus allemaal op individuele adset. Dus geen add-to-cart op de tweede dag, als die 10 euro heeft uitgegeven, zet je hem uit. Dag 3 geen sale, 15 euro, zet je hem uit. Vanaf dag 1 dupliceer je dus adsets die sales krijgen. Ik adviseer je om dat 3 tot 5 keer te doen. 5 is het maximum afhankelijk met schalen, 3 is echt het minimum. Nou, deze blijf je doordupliceren en als die adset break-even ROAS is bij duplicatie, blijf dan doordupliceren met 5 keer 5 en 10 keer 1,50. Deze kan je ook split testen. Kijk waarom dat werkt. En waarom doen we nou 1,50? Facebook duwt kopers naar nieuwe laag budget adsets. En op deze manier bouwen we data op voor een supergoedkope prijs. Oké. Okay. Nou, als het goed is, als je bij deze stap bent aangekomen, heb je dus 75 tot 100 sales verzameld met de testcampagne plus retargeting. En hierin ga je relevante custom audiences bouwen op basis van de eerste campagne. En die zijn op basis van de afgelopen 180 dagen. Je campagne draait al een tijdje en je hebt dus data verzameld, zoals aankopen, initiate checkouts, mensen die betaalgegevens in willen sturen, mensen die toevoeging aan winkelwagen hebben gedaan, mensen die je content hebben gekeken, je videoadvertentie, mensen die je website hebben bezocht. Daar bouw je dus lookalikes van. Dit doe je op 1, 2, 3 en 4 en 5%, maar ook op 5 tot 6, 6 tot 7, 7 tot 8, 8 tot 9 en 9 tot 10. Je gaat zien dat je heel veel verschillende adsets gaat creëren op basis van deze custom audiences. Nou, welke settings gebruik je per adset? Dat is 1,50 euro per adset. Je gebruikt dezelfde post ID, je gebruikt de best presterende creative. Deze zet je op 7D click, dit is één gehele campagne. En naast dit start je nog een nieuwe campagne om 5 creatives te testen. Nou, wat zijn de regels voor deze campagne? Deze wil je echt runnen voor 5 tot 8 dagen minimaal. En je wil adsets gaan killen onder de break-even ROAS na deze 5 tot 8 dagen. Oké? En je blijft langzaam doorschalen van deze micro-lead scaling campagne. Belangrijk, wanneer ROAS zakt, maak dan nieuwe custom audiences vanaf nul en herstart het proces in een gehele nieuwe campagne. Oké? Nou, dan gaan we door naar elite scaling. En eigenlijk elite scaling is precies hetzelfde als micro-elite scaling, maar ik ga het toch even met je doornemen. Alleen het budget is anders. Nog steeds het opbouwen van de relevante custom audiences van de afgelopen 180 dagen op basis van deze gegevens, et cetera. Lookalike opbouw van 1, 2, 3, 4, 5%, 5 tot 6 tot 9 tot 10. Settings, het enige verschil is 5 euro budget en je gebruikt nog steeds dezelfde post ID. 7D klik en 1 campagne. En hierna start je ook weer 1 nieuwe campagne om weer 5 creatives te testen voor de beste post ID. Oké? Okay? Nou, hierin volg je de 3 dagen regel voor analyseren. Dus dag 1 view content, dag 2 het kort, dag 3 sales. En je blijft langzaam koken van deze campagne uiteindelijk. Dus deze blijf je langzaam doorschalen. Belangrijk, let op audiences die je killt, omdat het adviseerbaar is dat je deze opnieuw gaat lanceren met dezelfde setup in een nieuwe campagne. Om ze nog 1 laatste kans te geven om winstgevend te worden. En hier kan je weer de 3 dagen regel volgen. Als het publiek wel winstgevend is, dupliceer je dus met de 3 tot 5 keer 5 regel. Hier ga je echt heel hard opschalen, want hier zit je echt al op 500 ad spend per dag.
Hier zit je op 150 tot 200 ad spend per dag. En hier zit je ongeveer tussen de 50 en de 100 bij de eerste stap. Oké? Gaan we door naar stap 4. Dat is CBO. Heel veel mensen testen CBO, maar ik doe dat bewust in een later stadium. Je hebt nu heel veel winstgevende audiences. Pak je 5 tot 8 meest winstgevende audiences. Stop ze een nieuwe campagne op CBO, Campaign Budget Optimization. 150 euro budget. Op one day click zet je. Na 3 tot 5 dagen kan je analyseren en kan je ad sets on the break even uitzetten. Verhoog budget met 20% bij winstgevendheid. En wanneer ROAS dipt, voeg 3 best presterende creatives toe van micro elite scaling en elite scaling. En herhaal 5 wanneer dat nodig is. Dus wanneer de ROAS dipt, voeg 3 best presterende creatives audiences toe van micro elite scaling en elite scaling. Stap 2 en stap 3 dus. Verlaag het budget met 20% bij het einde van de dag als ROAS significant dipt. Dus als die heel erg omlaag gaat. Opmerking. Wanneer deze CBO dus goed presteert, dupliceer het proces met het nieuwe CBO met de andere audiences. Dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste stap. En mocht je hier al zijn, verdien je echt al duizenden tot misschien wel 10.000 euro omzet per dag al. Tussen 5 tot 10k. En dit is die laatste push die je kan helpen naar 20, 30 en eventueel zelfs 40k dagen. Je stopt audiences in een individuele campagne. Daar stop je ROAS 2 tot 2.9, ROAS 3 tot 3.9, ROAS 4 tot 4.9. Je snapt het punt, enzovoort, enzovoort. Budget 1000 euro per dag. De doelgroeprood is 5 tot 20 miljoen. De bid is 1,5 euro. Jouw vorige automatische bidding. Ad sets, kost per purchase om mee te beginnen. Bid zet je op laagste kost. Zet die bidcap op manual bid. En die opmerking... Als laatste, monitor je spend en pas bid aan als nodig is. Het kan zijn dat hij heel snel spendt, kan zijn dat hij ook heel langzaam spendt. En verlaag bid 1 tot 3 als het noodzakelijk is. De volgende stap is verdubbelen bij winst. Dus 1000, 2000, etc. Nou, als je deze stap allemaal toepast, dan verzeker ik je dat je enorm veel geld gaat verdienen met Shopify dropshipping. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Like en abonneer en ik zie je weer in de volgende video. Ciao, ciao.